vrouw, is dat van Britti? Herdie, ik heb Britti. Ben je ook Britti? Nee, ik heb een druk. Echt te druk, dit ik. Dat is voor toe, waarom heb je het zo druk dan? Bifro, dus ik mag het niet druk hebben. Serieus, buurvrouw, en een spotu. Mips, luku mi tori toch? Tori, buurman, ik ben benieuwd. Wat... No, man, spannend aan dat, die je go. Ah, ik ga even naar de winkel. Ik heb er 200 die ik moet spullen kopen om te eten. Maar dat geld is niet genoeg voor bij alle deze animaal. Oh, die buurvrouw, even, buurvrouw. Dus je want tegen me in een jere voor een voetbasket project. Voetbasket? Buurvrouw, je zijn bevolgd de ontwikkelingen. Zo op de voet, dat in een sap. Een biggie sansepsa in Sernang. Nee, dat is het niet. Blijkbaar heb ik het gemist. Maar vertel me dan, wat is die voetbal? Oké, luister goed. Met die 200 SRD is dat om eens aan je bijdrapen. Een voetbasket, arki. Want kom, leg je eindelijk. Mie kan leg Johans aan uit. Vertel. Eindelijk, goed luisteren. Dat voetbasket project is voor zij voor die mensen toch met een lage inkomen. Toch? Dan kunnen ze daar hun spullen, levensmiddelen, kunnen ze daar gaan kopen voor een heel mooie prijs. Oh, echt? Mevrouw, ik kan me niet voorstellen dat jij het niet weet. Mevrouw, kan je nog heugen? In der tijd, toen, vroeger, had je ons belangen. Was je al geboren? Ja. Even vragen, want mijn man begreep dat ik in de Sabasani. Had je ons belangen toch? Pe, ik ben kan go bij is aan boenkopu. Wel, dat is terug. Is dat toch? Oh, al die tijd. Dus dat is die foodbasket. Nee, maar dat is het wel. Is wel een goede tegemoetkoming voor de burgers. Want dat brengt het verlichting, een beetje verlichting voor ons. Ja, toch, want dan kan je letten op je budget, toch? Precies. Is dat dus maar zijn budget, hè? Dan kan je echt letten op je budget. Maar oké, wacht even. Dan welke levensmiddelen behoren allemaal in die foodbasket? Nou, er zijn een heleboel. Je hebt aardappelen. Want zij de kan taxo, maar mijn bikeba. Ze hebben een budget, man. Je hebt aardappelen, je hebt uien, je hebt knoflook, toiletpapier, macaroni, bruine bonen, noem maar op. Is dat een buurvrouw met tegen het werk? Want Timbaya pakket. Hoef ik niets anders meer te kopen, hoor. Eerste levensbehoefte en een mooi wafing zijn belangrijke posten in volksbuurten. Ja. Is dat niet toch? En ja, nou een volksbeurt die doet op petang. Klopt. Dus dat even look op Brasé. Dan zie je een van die posten. Al die tijd, meer man, dan woon ik al zo lang hier dan Nasabi. Let je me bij hem, Charigo. Kom aan. Dat koek weer. A few minutes later. Hé, buur. Die dingen zijn werkelijk goedkoop hoor. Ik heb echt genoeg spullen kunnen vinden. Ik heb zelf nog geld over, buurman. Maar dat krijg je, kan je me geven, buurvrouw. Buurman. Ja. Maar luister, voortaan ga ik hier mijn inkopen komen doen. Is echt voordelig. Maar is het beste dat je kan doen, je eerste levensbehoefte. If you want to do like me, let op je budget, dan doe je dat gewoon. Ja, man. Maar buurman, eigenlijk is het niet een goed idee dat je ook een foodbaskethouder wordt. Dan kan je later ook je eigen supermarkt draaien, toch? Ik hoef van jou vrouw. En tegen die mijn boon tegen je zijn, dat ik eigenlijk kan tronken een foodbasket met een beheerder toe. Want dan kan ik, wanneer ik kom shoppen, kan ik gratis komen shoppen, toch? Gratis! Weer maar niet lauw. Is dat van bouw? In plaats van dat je me gaat komen ondersteunen, dat je wel kan shoppen gratis. Maar is dat van bouw toch, buurvrouw? Hey. Buurvrouw, geniet van je spullen. Maar is goed. Mogen we? Oké, dankjewel. Ja.